De waterschappen zuiveren ons afvalwater. Dit afvalwater bevat verschillende bestanddelen. STOA onderzoekt het scheiden van afvalwaterstromen bij de bron. Bijvoorbeeld het apart inzamelen van urine en fecaliën in ziekenhuizen. Omdat hierin de grootste concentratie medicijnen zit. En we kijken of afvalwater dichter bij de bron kan worden gezuiverd. Zoals in Sneek, waar decentrale sanitatie van een wijk wordt getest. Afvalwater wordt tegenwoordig gezien als grondstof. Waardevolle stoffen zoals fosfaat, stikstof en cellulose worden teruggewonnen. Door de technieken van de behandeling van afvalwater en restslip aan te passen, kan er energie worden gewonnen, bijvoorbeeld in de vorm van biogas. De waterzuivering wordt zo een grondstoffen- en energiefabriek. Het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Op plekken waar een goede kwaliteit oppervlaktewater extra belangrijk is, is het soms nodig om het afvalwater na te behandelen met een extra zuiveringsstap. STOA onderzoekt deze nabehandelingstechnieken. Een van de nabehandelingen is de waterharmonica. Dit is een natuurlijk systeem van vloeivelden en rietvelden. De waterharmonica verwijdert een deel van de laatste resten verontreiniging. Het gezuiverde afvalwater komt meer tot leven. Winst dus voor de waterkwaliteit en voor de natuurwaarden.